Goedemorgen, lieve volgers van mij. Vandaag weer een vlog, want het is natuurlijk weer donderdag. Wat ik vanochtend heb gedaan is koffietijd gekeken, GTST gekeken. En er zijn boodschappen gehaald van mij. Vandaag gaan we niet sporten, want degene die mij zou helpen met sporten, die is verkouden. Loopt hij met een mondkapje rond en... ja, het is gewoon niet handig om dan te gaan sporten, omdat ik natuurlijk bevattelijk ben. Om ja, wat te krijgen, ga ik vandaag maar zelf sporten. En ja, het is vandaag weer kei mooi weer. Ja, zoals jullie zien, de zon schijnt al heerlijk. Wat ik vandaag ga maken, sowieso met andere begeleiding dan normaal. Want mijn begeleiding die mij normaal hierbij helpt, die is vandaag vrij. Maar er komt vandaag wel een andere begeleidster. En wat ik vandaag ga maken, is ik zal alvast de glazen erbij pakken. Want het worden vandaag alcoholvrije cocktails. Die ga ik maken in... glazen die echt bij een cocktail horen, echte alcohol, of missen alcohol, hoor maar nou, echte champagneglazen. Gato Negro, volgens mij is dat Frans, ik weet niet zeker, maar die ga ik in ieder geval alvast klaarzetten. Nou heb ik eigenlijk een vraag aan jullie. Ik heb vandaag... honing, maar die heb ik in de koelkast gezet. Maar mijn vraag aan jullie is, hoort eigenlijk honing wel in de koelkast als je het wil gebruiken? Dus laat het even in de reacties hieronder weten of dat moet. Ik ga zo meteen, ga ik het maken, later. Daar ben ik weer. Ik zie dat er een hele rare gloed over mijn gezicht heen zit, maar... wat we sowieso hebben, is van Carcevitan, is gerardine, siroop, een mandarijn en kristalsuiker. Dus als we alles hebben, is nu even bij een andere cliënt ijsblokjes halen, want die hadden we niet. Zometeen gaan we lekker, ja, smoothies. Nou ben ik even de naam kwijt hoor. Alcohols maken, alcoholvrije cocktails en ik ga jullie meenemen in heel het proces dat we die gaan maken. Dus veel kijkplezier en tot zo. Daar zijn we dan. We gaan vandaag cocktails maken, wat ik al heb gezegd. Doe het in een champagneglas. We gaan eerst een soort suikerlaagje maken. Dat doe je door siroop. Een beetje draaien. Uit laten lekken. En goed in de kristalsuiker of wat dan ook. Wat je nodig wat je hebt. En probeer het. Ik ben niet professional, maar probeer niet suiker in het glas te laten lopen. Een beetje erin. En nu. Wat ik ga maken is een cutie. Daar heb je voor nodig. Cranberry. Honing. Mint, een schijfje citroen, appelsap en natuurlijk sparrot. Je begint met een klein beetje en probeer daar niet bij de suiker aan te raken. Oh nee, ik doe het fout. Kan ook, maar waar ik altijd mee begin is met de honing. Voor een leuk effect. Licht aan hoe zoet je hem wil. Erin. Dan doe je een flinke scheut cranberry erin. Dan doe je appelsap, een klein scheutje. Dus een beetje op het gevoel. Ja. Dan doe je voor de rest nog sparoot erbij. Oppas dat het niet overloopt, dus ik hoop dat het goed gaat bijna. Thank you.
klein beetje cranberry erbij. En wat je dan nog doet, is van een limoen een schijfje snijden. Klein steekje erin. En wat ze hier nog meestal mee doen. Zo. Zo. Erin. Even roeren dat het goed uitkomt. En dan. Heerlijk. We gaan nu door naar de tweede en laatste cocktail. Zo, daar zijn we voor nummer 2. Het heet een cranberry limoen. Mocktail eigenlijk. Wat ik bedoel is weer hetzelfde. Let weer op dat er niet te veel suiker in je glas komt. En dan. Wat we nu als eerst gaan doen is cranberry sap. En dan 1,5 limoentje sap erbij. Ik had net gedaan 2, maar dat was iets te zuur. Dan de spaarrood er weer bij. Niet dat die over gaat stromen, dus let op. Ik denk nog iets meer. Iets rooier wordt. Een takje munt erin. Of rozemarijn, kan ook. Die limoentje erop. Of mandarijn, maar. Vriesje erin. Even roeren. Helemaal top. Dit waren 2 zomerse zelfgemaakte cocktail. Cranberry met appelsap, cranberry met limoen. Ja, voor deze coronatijd vooral lekker om even weg te dromen in het zonnetje op het balkon. Als je hem wil maken, doe het vooral zou ik zeggen. Dit was mijn vlog. Als je hem leuk vindt. Zet een comment in de onderschrijving. Like hem als je hem leuk vindt. En tot de volgende. Nou, de 2 cocktails zijn klaar zoals je ziet. Het was een beetje een rare afsluiting. Dus ik sluit nu de vlog af. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een likeje en duimpje hier beneden. Abonneer hieronder. Laat een leuke reactie achter. Volgende week hebben we weer een andere leuke vlog. Er staan nog leuke dingen in de planning. En zie je bij de volgende vlog. Laters!